samen met de Duitse vakbonden. Dat had ik al gehoord. Heel al gehoord? Ja. En dat is veel. Het ging zo op Duits voor intelligentie in te houden. Dit zijn de positieve vrouwen, want belangrijk is voor deze regio. Okay. En meerdere regio's natuurlijk. Ja, ja. Dus vrouw woon werkverkeer en dat willen we allemaal. Ja, klopt. En ik denk niet meer langer rijden voor de grens. Nee, dat moet je niet. Oké. Wat gebeurt hier precies op de grensovergang bij Aalten? Nou, wij organiseren hier een actie om mensen bewust te maken van het feit dat we geen grenscontroles meer hebben. Wat de voordelen daarvan zijn. Waarom? Nou ja, kijk, het is heel simpel. Het feit dat we geen grenscontroles hebben, het feit dat we geen wisselkoersen meer hebben, geen geld meer hoeven te wisselen bij de grens, dat levert gewoon economische groei op, dat levert werk op in de Krimpregio. Hoe reageren mensen op jullie? Nou, op zich wel positief. Er zijn veel mensen natuurlijk die hier wonen en aan de andere kant van de grens werken, die er dus ook dagelijks mee te maken hebben. En waar merk je dat aan? Wat zeggen ze bijvoorbeeld in de korte gesprekjes? Nou ja, je ziet het in duimpjes die omhoog gaan. Je ziet het in op zich gewoon mensen die zeggen van ja, dat is een goede zaak, jullie dit doen. Hoe zit het zelf met de verkeersveiligheid? Want jullie houden ook een aantal mensen aan midden op de weg. Zorgt dat niet voor gevaarlijke situaties? Nee, daar passen we wel een beetje voor op. Kijk, het is wel zo dat als ze zien dat mensen heel hard aankomen rijden, dat mensen van de weg halen natuurlijk. Wegspringen? Nee, niet wegspringen. Gewoon bij tijd gewoon. Je kunt natuurlijk hier ver kijken wat eraan komt. Dus als het nodig is, halen mensen gewoon van de weg. Het is niet de bedoeling dat ze mensen hier in gevaar gaan brengen. Wat hopen jullie dat het effect is van deze actie? Nou ja, wat we zien in Europa is dat er staan natuurlijk Europese verkiezingen aan te komen. We zien overal in Europa dat er toch een opkomst is voor populistische partijen. En we willen dat geluid een beetje tegengaan met een positief verhaal. Dus je kan soms de indruk krijgen dat er best veel negativisme is over Europa. Terwijl als je kijkt naar de onderzoeken dat helemaal niet het geval is. En wat we nu voor gekke gewaarwording hebben is dat sommige politieke partijen op een andere manier gaan reageren dan de meerderheid van de bevolking denkt. De minderheidspartijen lijken in jullie ogen de meerderheid te krijgen in het debat of hoe zit dat precies? Nou, ik heb zelf wel de indruk dat partijen die op zich maar 15-20% van de kiezers hebben, dat die wel het debat een beetje domineren. En dat is niet wenselijk? Nou, kijk, het is natuurlijk wel goed dat ze hun punt maken, maar het is niet wenselijk dat ze op een gegeven moment de overhand gaan krijgen als het overgrote deel van de bevolking wat anders vindt. Ten slotte, hoe voelt het om een dag douanier te zijn? Nou, ik vind het op zich wel grappig om er een keer te zijn. Waarom? Nou ja, kijk, dit is natuurlijk een situatie die ik, als het aan mij ligt, niet meer terug gaat komen. Maar dit is wel je maakt mensen wel bewust van het gegeven dat het maar zo zou kunnen. Dank je wel.